Yo, Nintendo fans! Het is tijd voor de ultieme Mario Kart Comeback Challenge. Maar wat houdt deze challenge nou precies in? Wat moet ik doen? Het is eigenlijk heel simpel. Of ja, ik hoop dat het heel erg simpel wordt. Je ziet het, zij zijn al lang begonnen en dat is helemaal prima. Want ik moet namelijk 2 rondes lang achteraan blijven rijden. Ik mag hun dus allemaal niet inhalen gedurende 2 rondes. Ik mag van alles en nog wat doen. Ik mag mijn itempie gebruiken, zodat ik een paddenstoeltje krijg bijvoorbeeld. Maar ik mag ze gewoon niet inhalen. Ik moet gewoon eens even kijken hoe zij dit allemaal gaan doen. En dat zeg maar, 2 rondes lang. Dus ik mag lekker hier achteraan blijven rijden. Achter Linky aan, die ook lekker hier aan het chillen is. 2 rondes lang, we doen dit op 150cc. En pas in de laatste ronde mag ik iedereen in gaan halen. Tot die tijd moeten we 12e blijven rijden. Dus nu kan ik eigenlijk met jullie gewoon gaan praten over allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld over paddenstoelen. Hè? Want ik heb een paddenstoeltje hier. Maar wat is eigenlijk jullie favoriete paddenstoel? Ah, ik mag jou niet inhalen. Ah, stop, stop, stop. Stop! Oké, we zijn weer 12e. Ja, ik mag het niet inhalen. Ik kan er niks aan doen. Oh ja, trouwens, drop even een likey en vergeet niet te abonneren als je deze video leuk vindt. Ik gebruik maar even dit paddenstoelkie zo, zodat ik even een nieuw item kan pakken strakjes. Ja, en that's it. We moeten gewoon chillen, eigenlijk. Hey, ik wil het even hebben over mijn merch. Dankjewel voor het kopen van de merch. Super tof. Super tof. Veel plezier met je Rika Sushi Hoodie. Ja, dat komt gewoon af en toe in mijn opnameprogramma. Ja, als iemand merch heeft besteld. Super tof. Hey, waarom sta ik 11e? Waarom sta ik 11e links? Schiet eens op, jongen. Jongen, jongen, ik sta bijna stil en ik hou je nog in. Kijk, dit zijn trouwens wel 2 lekkere wapentjes strakjes. Voor als ik iedereen mag gaan inhalen in de laatste race. Hallo, koepaatjes. Hallo, paratroepaatjes. Oké, ik sta nu een beetje ver achter. Ik moet even een klein beetje naar Linky toe rijden. Want we zijn bijna na nog een halve ronde. Ik zie dat de nummer 1, Luigi, die begint nu ongeveer aan zijn laatste ronde. Dus we moeten straks nog wel tempo gaan maken, hoor, in de laatste ronde. Oké, even kijken. Oké, dit is heel naar. Dit is heel naar. Nu wordt het echt nog wel lastig, denk ik. Ik moet nu echt een beetje tempo gaan maken. Dus let's go. Ik mag nog niemand inhalen. Ik mag nu alvast wel mijn best gaan doen. En we gaan nu alvast de Bullet Bill inzetten. Let's go! Bullet Billky! Kijken of we al wat dichterbij kunnen komen. Bij de plek nummer 11. Ik had natuurlijk ook dichterbij hun kunnen blijven. Maar dat heb ik niet gedaan. Ah, Linky die was uiteindelijk toch nog lekker ontsnapt. Let's go, let's go. Ik heb paddenstoeltjes, nice. We staan nu 11e. En we zijn er alweer bij, hoor. We zijn er alweer bij. We zijn er best wel goed bij, jongens. Let's go. Even al die speed pakken. Nice, nice, nice. En heel nice. Ja, top. We moeten nog maar een klein stukje. Nog maar een klein stuk. Ik moet hier eigenlijk straks gaan afsnijden. Heb ik niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Maar we worden gewoon de eerste. Ja, hoor. Zelfs dit lukt nog. De eerste race hebben we gefixt. Race 1 in de ultieme comeback challenge is gefixt. Lekker, man. Ja, nu moeten we even gaan chillen hier. Want ja, iedereen moet ons even inhalen. Zodat wij weer laatste staan. En dan moeten wij 2 rondes lang laatste blijven staan. Let's freaking go. Oh, baby Daisy, kom op. Kom op, rijden. Rijden. Haal me in. Haal me in. Ik mag geen 11e staan. Daisy, waar ben je? Hoe langzaam kan je zijn? Nou, Daisy, kom nou eens op, joh. Je bent echt veel te traag op je motor. Rijd door. Rijd door. Een beetje gas erop, Daisy. Ik ben letterlijk nu mijn A-knop gewoon aan het tappen, hè. Ik ben hem geen eens ingedrukt aan het houden. Ik ben hem gewoon... Klik, 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 klik. Man. Daisy, dit is 150cc. Schiet eens even op. Kijk, ik heb nu een ster en een bullet bill. Deze ga ik proberen te houden tot aan de laatste ronde. Rij nou eens door, joh. Ik weet niet, hoor. Maar dit gaat niet goed komen op deze manier. Daisy moet echt even tempo gaan maken nu. Kijk hoe ver we al achter staan, hè. Even tempootje nou, Daisy. Ik wacht op je. Linky, kom op. Jij ook even tempootje maken. Kom op. Kom op. Doorrijden op die motor van je. Waar ga je nou? Oh, je gaat door het midden. Oké. Want je had een paddenstoel. Helemaal goed. Helemaal goed. Rij door, jongens. Rij door. Tempo. Tempo! Jongens, schreeuw even met z'n allen tempo in de comments naar baby Daisy. Want die heeft er echt geen zin in vandaag. Man. Oké. Ah, nee! Ja, dit is balen. Dit is heel erg balen. Nu ben ik dus mijn goede itempjes kwijt.
Daisy, tempo. Ik mag je niet inhalen. Oké, we gaan weer voor het dubbele vraagteken daar zo. Hopen dat we weer goede itempjes krijgen. Wat hebben we nu? Oké, we hebben een triple paddenstoel en een... Ja, zo'n andere paddenstoel. Zo'n gouden paddenstoel. Maar de normale paddenstoel, die hoef ik op zich niet te houden. Oké, tempo. We mogen nu gaan inhalen. We zijn weer begonnen, jongens. We zijn weer begonnen. Let's go! Oké. Bowser is op achterstand. Oh. Oké, dit is een probleem. Ik ging volledig uit de bocht. Hopelijk mogen we het herstellen. Het is best wel een lange baan, gelukkig. Jeetje, ik ga echt meerdere keren uit de bocht. Dit is niet mijn beste race, jongens. Dit is absoluut niet mijn beste race. Go. Ik heb een boe. Krijg ik daarmee een goed itempie? Nee, je krijgt daarmee een muntje. Krijg ik dan nu goede itempies? Kom op. Goeie itempies, nee, groene shells. Groene shells, die wil ik niet. Ik raak wel iemand. Lekker. Nee. Kom op, hou iemand in. Oké, tweede. Oh, we hadden eerste kunnen worden, maar dit was een slechte race van mij. Oh, ik heb dit echt niet goed gemaakt. Maar gelukkig is Inkling Boy eerste. En die was eerst echt iets van vijfde of zo. Ik wilde echt... Te graag. Ik had niet de ideale lijn. Dat is een beetje jammer. Ik ging een beetje naast de baan en alles. Maar oké. Doei, jongens. Hoi, mazzel. Ik kom eraan. Baby Daisy heeft echt gewoon geen zin in vandaag, joh. Rij nou eens door met je pannenkoek. Rij je met je kadaver. Oeh, dit is wel nice. Deze wapentjes zijn wel chill. Hopen dat niemand een bliksemstraal krijgt, want dan ben ik ze kwijt. Maar als ik deze straks kan inzetten, een blue shell en een donderschokkie. Ja, dat gaat wel lekker zijn. Ik heb baby Daisy... Nee, man. Je houdt me echt tegen, baby Daisy. Je houdt mij zo erg tegen. Rij nou eens door. De rest is al bijna klaar met die freaking race, jongen. Ja, oké. Bowser rijdt nu hier voor me. Bowser, dit is jouw level, vriend. Rij eens door. Dit is jouw level. Kom op. Tempo. Wat rij je nou tegen de zijkant aan, vriend? Ga. Goed zo. Ik ben ook gewoon plat hier zo, omdat... Die Bowser die loopt zo te treuzelen. Go. Kijk, lekker. Bowser heeft allemaal speed dingen. Dat is nice. Dat betekent dat hij lekker een beetje aan het uitlopen is. Dat betekent dat ik ook lekker kan gaan rijden. Oké, en go. Raak ze allemaal. Lekker. Oké. Dit is chill. Beginnen dus met een... Jeetje, welke kant ging ik nou weer op? Wat is dit allemaal? Ik weet niet, man. Maar ik ging echt volledig de verkeerde kant op. Hopen dat ik het nog goed mag maken. Ik heb hier één ding. Ik heb wel... Ja, lekker. Ik heb weer een ster. Nice. En een bullet bilky. Heerlijk dit. Heerlijk. Go. Bullet bilky erop. Let's go. We hebben iemand ingehaald. Nice. We zijn zevende. Ik heb nu alleen maar één vraagtekentje. Go. Is het iets goeds? Het is op zich wel iets goeds. Hiermee kan ik de binnenbocht pakken. En zijn we eerste. We halen het gewoon. Ja! We staan 8 punten voor. Op het laatste net was echt iedereen volledig aan het klo-kloen daar voor die finish. Ik weet niet, daar gebeurde iets. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ze stonden allemaal stil of zo. En met die paddenstoel kon ik ze lekker allemaal in één keer inhalen. De ultieme comeback gaat lekker, jongens. Eerste, tweede en eerste. Ja, we werden toen in de tweede race tweede, omdat ik gewoon zelf niet echt helemaal lekker in de flow zat. Maar ja, maakt niet uit. We staan 8 punten voor. Ik moet Rainbow Road wel heel erg gaan verpesten. Willen we dit niet halen? En dat kan natuurlijk altijd, want ik bedoel, het is Rainbow Road, hè? En Rainbow Road kan je gewoon verpesten. Ik wil eventjes graag deze paddenstoeltjes inzetten. Want ik moet zeggen, paddenstoeltjes op Rainbow Road vind ik niet heel relaxed, als ik heel eerlijk ben. Oh, wow, wacht even. Er rijdt nog iemand achter me. Toadette rijdt nog achter me. Stop even. Ja, goed zo, oké. Ik heb wel weer een blue shell nu. Heerlijk. Oké, daar gaat Toadette. Lekker. Toadette is weg. Toadette heeft namelijk een bullet billy. Kunnen we even tempootje maken. Oh, en ik mag nou weer de baby Daisy niet inhalen. Ik heb een blue shell en een bullet bill. Dat is echt ultiem goed voor Rainbow Road, jongens. Oké, nu geen donderschok, jongens. Alsjeblieft, nu geen donderschok. Dan is het echt perfect. Rijd door. Waarom moet je geraakt worden? Rijd door. Ik mag nu gaan inhalen, wat betekent dat ik in ieder geval nu mijn blue shell ga gooien. En nu mijn bullet bilky. Let's go. Blue shellky en bullet bilky achter elkaar. Dit moet goed gaan komen. Laat me alsjeblieft niet de baan uitvliegen, dankjewel. Ik heb ook nog een ster. Ik ben nog maar achtste trouwens. Het is niet super nice. Is niet heel goed.
Let's go. Dubbele vraagteken pakken. Vijfde zijn we nu. Gaan we dit nog goed maken? Ik heb hier in ieder geval één red shell. Oh, ik moet hier langs die bananen. Oh, we zijn derde, we zijn derde. Link, kom me even inhalen. Vanaf de linkerkant. Oh, nee! Nee! Noep! Rick, noep! Zesde! Nee, ik krijg ook nog een schild op mijn bakkes. Go! Go, maak het goed. Worden we echt zesde? We worden echt zesde! Nee! 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 Oh, wat erg. We zijn gedeeld eerste. Met Luigi. Maar kijk, we hebben de gouden beker. Dus we hebben het gehaald. En zo zie je maar, in Mario Kart kan alles gebeuren. Jongens, laat even weten in de reactie of je deze challenge ook gaat proberen. Eén tip, kies niet als laatste baan Rainbow Road. Vergeet deze video niet te liken. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's op je bakkes. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!